Bomvolle tribunes tijdens het NK BMX in Assen en dat stemt de organisatie tot tevredenheid. Het is heel veel stress voor die tijd. We hebben echt met het bestuur bikkel hard moeten werken hiervoor. We waren heel trots dat we de NK eindelijk weer in Assen mochten houden. Dat is meer dan 15 jaar geleden. Het was op een oude locatie bij de Bachhuisplas. En nu hebben we hier gewoon een prachtig evenement staan op een nieuwe locatie. Waar we eigenlijk met z'n allen heel trots op mogen zijn. En het wordt extra spannend als je dochter ook nog eens meedoet en hier de heat wint. Een van de kanshebsters is voor de medaille en ook naar het EK en WK mag. Ja, dat is hartstikke leuk. Wij hebben het eigenlijk als eigen hobby natuurlijk. Ik zou het heel jammer vinden als mijn kinderen zouden zeggen, joh mam, eigenlijk willen we niet meer fietsen. Want stiekem hebben wij als BMX-papa en BMX-mama gewoon de wens dat de kinderen gewoon heel lang blijven fietsen. Dus wij doen het echt met volle trots. En dan maken we ook echt alles op alles mogelijk, zodat we naar de EK en de WK kunnen gaan. Ik train op bijna elke zondag train ik wel met mijn oom met de sportschool. Okay. En met mijn broer. Alleen, ik weet ook niet hoe het kan dat ik zo goed ben. Ik stond net even op die startbult, maar ik vind het hartstikke gevaarlijk. Nou, ik niet. Nee, je bent niet bang? Nee, want je moet er gewoon een beetje aan wennen. En in de finale kan ze het net niet waarmaken. Ze wordt uiteindelijk hier net vijfde. En dat is toch een klein beetje een teleurstelling. En dit is een andere Drentse favoriete. Manon Veenstra uit Kerkenveld. En onlangs geselecteerd voor het WK in Rock Hill in Amerika. En nu eindelijk een thuiswedstrijd. Ja, geweldig dat ik hier niet zo ver weg zit. En hier een beetje een thuiswedstrijd. Ik train hier niet zo vaak, maar wel leuk dat het een keer dicht bij huis is. Ligt er bij jou een beetje? Hij is heel technisch, dus op zich komt dat voor mij wel goed uit. Ja, het is dadelijk gewoon hopen dat het een perfect rondje wordt en dan zullen we zien wat het wordt. Veenstra is pas 18 jaar en was toch wel verrast dat ze geselecteerd werd voor het WK. Heel trots en verrassend, niet verwacht, maar heel trots op mijn prestaties dit jaar en hopen dat het daar ook goed gaat. Ga je daar dan naartoe om echt te leren of stiekem ook wel voor een finale plek? Nou ja, je hoopt natuurlijk altijd op een finale plek, maar dit gaat vooral leren zijn. En ja, op zo'n WK weet je nooit, alles kan. En tijdens het NK wordt er eerst 3 keer een manche gereden om te zien welke plaats je in de finale gaat krijgen. En dit is de derde manche. We zien Veenstra in derde positie. En achter haar een toch wel stevige valpartij. Zag er even niet goed uit. De dame wordt hier afgevoerd, maar gelukkig zonder erg. En Veenstra eindigt hier op een derde plek, maar moet nog werken aan haar start. Manon is technisch goed. Manon kan nog wel sterker worden, misschien uit de start. Maar Manon zit technisch heel goed op de fiets. Dat is wel de kwaliteit, denk ik. En dit is die start van Veenstra. Vanaf positie nummer 7 aan de buitenkant. En de start is inderdaad niet heel erg goed. Ze begint als vijfde aan de finale. En zal eigenlijk die positie vast weten te houden. Ze wint niks, ze verliest verder niks. Maar toch is na afloop de teleurstelling wel een beetje groot. Want ze had ook nog verder naar binnen kunnen starten. En dan was het resultaat ongetwijfeld wat beter geweest. Ja, het is wel even balen. Slechte start, ook een stomme keuze aan het hek. Ik had veel verder naar binnen kunnen gaan staan. En niet slim. En de laatste finale van de dag wordt gewonnen door Nick Kimman voor Dave van den Burg. Een prachtig einde van een schitterende finale dag.